zelf de macht overgenomen. Maar ja, toen kwam de vrouw van de stadhouder, Willem de Vijfde, die kwam in verzet en die riep haar broer te hulp uit Pruisen. En toen is hier een leger uit Pruisen gekomen en zijn al die patriotten gevlucht naar Frankrijk. Manger, die professor Manger, die is niet gevlucht, maar die trok zich terug hier op zijn, in zijn tweede huis, want dit was zijn tweede huis, en die nam ontslag. Nou, en heeft hij nog wat nagelaten in het dorp, want hier schuin tegenover staat een huis en dat is het oude schooltje van schooltje en schoolhuis van Van Wouden. En daar staat nog een eerste steen in en daar staat de naam van zijn zoon in gebeiteld. Daniel Gertus Manger. Nou, die familie Manger die heeft het op laatst verkocht. Toen was het al na de Franse tijd, in 1814. En toen is dit overgenomen door een koopman uit Leeuwarden. Nou, die had een hele gewone naam, die heette Thijs Veenstra. Die man die was van doopsgezinde komaf. Die man die kreeg ook wat te zeggen in de politiek in Leeuwarden, want hij werd raadslid. En vervolgens werd hij burgemeester van Leeuwarden. Nou, en die had dit ook weer als tweede woning. En hij woonde, woonde hij aan de Tweebaksmarkt, vlakbij het provinciehuis. En bij het Hof van Friesland, dus hij woonde daar echt op stand. De schierstint was toen veel groter dan nu. U ziet hier het parkeerterrein. Nou, en aan die kant, daar stond vroeger het koetshuis. Nou, hier aan de overzijde zijn twee allemaal landerijen richting Rins van Geest. Nou, de eerste weiland, daar was toen een park. Het eerste weiland was een boomgaard en daarachter was een heel mooi park met een vijver en een zomerhuisje en een duiventil en van alles. En het was dus hier een echt mooi landgoed. Helaas is dat langzamerhand allemaal verdwenen. Die burgemeester die overleed en toen kwam het via zijn dochters kwam het weer verder in handen van de familie. Nou, en op een gegeven moment was een van zijn, zijn kleindochter die was getrouwd met een arts. Hier, en die werd hier arts in Van Wouden. Nou, en die man die kon ook armendokter worden van de gemeente Dantumadeel. En dan hebben we het al over de tweede helft van de 19e eeuw. Nou, en hier was heel veel armoede in deze streek. Je had, op Bergen, daar stonden allemaal plaaggehuizen in Slavenstein, in Oosterwoude. Dus er was hier heel veel armoede. En daarom vroeg de gemeente hem om armenarts te worden. Maar daar had hij geen zin in, omdat hij daarvoor te weinig vergoeding kreeg. En toen is hij ook al vrij snel daarna.